welkom bij Altavista en welkom bij weer een nieuwe video. Ja, vandaag gaan we een hele vette review video doen. Ja, we hebben al natuurlijk al heel veel dingen unboxed. Ik kan jullie vertellen, er gaan er veel meer aankomen. Heel erg gaaf, maar ik heb nog heel veel dingen die ik jullie graag wil laten zien. Dingen die uit zijn gekomen, waar ik graag wel aandacht aan wil geven. En vandaag gaan we het hebben over Bitty Pops. Echt heel erg vet. Goed, daarover zo meer. Want wat gaan we nog meer doen? We gaan natuurlijk iemand blij maken met 20 euro shoptegoed van Tiny Titan. Jazeker. Vorige video heb ik natuurlijk een wedstrijd gedaan. Hè? Een prijsvraag. En de vraag was toen inderdaad, waar is de eerste Tour de Duitsland video opgenomen? Ja, heel veel van jullie wisten het. Veel fans. Het was echt heel leuk om te lezen. Het was inderdaad, het goede antwoord was Gelsenkirchen, oftewel de stad van Schalke 04. Ja, ik had als tip gegeven. Dit is een stad waar ik veel van hou, waar ik vaak kom. Ja, ik ben natuurlijk ook een grote Schalke fan. Helaas zijn ze gedegradeerd. Dus dit jaar spelen ze in de tweede Bundesliga. Maar we gaan het zeker weten nog vaak komen dit jaar. Dus heel erg vet. Goed, de winnaar daarvan die gaan we aan het einde van die video bekendmaken. En natuurlijk gaan we vandaag weer een nieuwe giveaway doen. Ja, het houdt maar niet in top. In totaal 1000 euro gaan we weggeven in deze hele vette video's de komende tijd. Dus we zijn lekker op dreef. Dus vandaag is weer kans op 20 euro shoptegoed. Ja, wat moet je ervoor doen? Ja, normaal gesproken is het gewoon heel simpel natuurlijk. Moet je eigenlijk abonneren, video liken en het goede antwoord in de comment geven. En wat is nou het goede antwoord? Het goede antwoord is, hoeveel van die Bitty Pop logo's zie je in deze video voorbij komen? Ja, het is dus weer een zoekvideo. Tel ze bij elkaar op. Goed, en het goede antwoord inderdaad, vermelden in de comments. En natuurlijk de normale dingen doen. Abonneren nogmaals, like de video en het goede antwoord geven. En dan maak jij kans op 20 euro shoptegoed van Tiny Titan. Echt heel erg vet. En kan jullie vertellen, heel veel vette pops zijn er te vinden. Echt waar. Dus ik weet zeker dat je het heel gaaf gaat vinden. Goed, maar wat gaan we vandaag doen? We gaan het vandaag hebben over Bitty Pops. Ja, wat zijn nou Bitty Pops? Bitty Pops zijn hele kleine figuurtjes. Ja, om jullie een voorbeeld te geven, zal ik het even hier laten zien. Ja, dan zie je een normale pop. Je ziet de keychain. En deze is eigenlijk nog meer dan de helft als de keychain. Dus ja, je kunt het een beetje voorstellen. Het is zoiets. Inie, mini. Ja, echt heel erg gaaf. Hoe kun je die nou kopen? Nou, ze komen in principe in een 4-pack, inclusief in een plastic houder. En er zijn er 3 van bekend en daar zit er een chase bij. Ja, het is dus niet bekend welke dat is. Hè? En daar heb je een paar bij die wat minder zeldzaam zijn. Eentje heel zeldzaam. Maar ja, die moet je dus bij elkaar sparen. Dus het is niet zo dat je ze ja, elke keer, hè, er zijn bijvoorbeeld meerdere series van, dat je gewoon alle series koopt die je hebt er vol. Nee, het kan zijn dat je er meer moet gaan sparen of dat je ze misschien moet ruilen, et cetera. Dus ja, het is toch wel een heel wat, een heel ding. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb nog geen enkele bit Pop. Ik ben ze ook niet tegengekomen. Kom ben ik ze niet tegengekomen. Dus ze zullen vast wel in Nederland te leveren zijn. Maar misschien wellicht straks op Boze Pop dat ik ze tegenkom. Dus ja, ik dacht dat het rond de 15 euro kostte per set. Heel erg tof. En zo zijn er ook nog losse verkoops. Ja, zien jullie hier. Zien jullie inderdaad dat je ze in los verkoop kunt kopen. Ja goed, dan heb je dus gewoon één zo'n dingetje. Misschien is het, ja, ik weet niet of daar ook chase in zitten. Maar goed, mocht je inderdaad alle sets hebben. Is het misschien wel tof om die losse verkoops te kopen. Dat je niet elke keer weer dubbel zit. Goed, maar ik kan jullie allemaal vertellen wat er allemaal uit is gekomen aan deze Bitty Pop. Ik moet er echt eventjes aan wennen. Wat er is het een en ander aangekondigd, dingen al uitgegeven en dingen die er nog aan zitten te komen. Goed, en ik ga alles met jullie bespreken. Nou, allereerst eentje die ik al heb laten zien. Tijdens Funko Veil namelijk is er namelijk een Summer Convention Limited Edition uitgekomen met daarin de Freddy Funko. Ja, ik laat ook natuurlijk elke keer een pop zien in mijn collectie. Leuk inderdaad om dat erbij te zetten. Het zijn Freddy Funko's, deze dus, maar dan veel kleiner. He, die heb je tijdens Funko voor je uitgekomen. Maar ook Fun on the Run, moet ik zeggen. Daar is ook een setje van uitgekomen. Dus het is eigenlijk, volgens mij zijn het 2 setjes die uit zijn gekomen. Ja, Fun on the Run heb ik nog niet in het echt gezien. Funko veel, moet ik zeggen. Heb ik wel gezien mensen die maar binnen hebben gekregen. Dus dat is wel heel erg gaaf. Goed. En wat is er allemaal uit de normale reeks uitgekomen? Nou, ik ga ze allemaal eventjes door. We hebben bijvoorbeeld Star Wars. Ja, Star Wars. En van elk reeksje eigenlijk zijn er series uitgekomen. Zo zijn er van Star Wars 4 series uitgekomen. Hè? Ik laat ze allemaal even hier eventjes zien. Die zien jullie allemaal. Dat is duidelijk. Sommige begin ik eventjes mee om zo eventjes uitgebreid te benoemen. Star Wars. En ik heb natuurlijk ook een pop van Star Wars. En ik heb wat pops gepakt waar ook Bitty van uitkomen. Zo heb ik hier de Tusken Raider. Ja, die heb ik hier. Hele gave pop die ik al lang in de collectie heb staan. Heel erg gaaf. Deze. Zo gaan we er ook een Bitty Pop van krijgen. Ja, ik moet zeggen, als ze niet te duur zijn, ga ik ze ook zeker wel een paar aanschaffen. En ik denk dat ze wel leuk zijn in de vitrinekast. Of misschien zelfs wel gewoon op mijn werk. Vind ik ook heel gaaf. Heb ik natuurlijk minder ruimte daar. Maar het is wel heel gaaf om ze op mijn bureau te zetten. Dus ik heb trouwens wel aardig wat poppen staan op mijn werk, moet ik zeggen. Dus mijn baas moet wel denken. Maar goed, de volgende pop die we hebben is, Bitty Pops, hè, die uit zijn gekomen, is van DC Comics. Ja, en dat zien jullie hier. Ja, er zijn in totaal ook 4 series van aangekomen. De
Crisis 4 serie. Ik kun je trouwens nu al zeggen, van elk reeks die ik nou ga aankondigen, zijn er 4 series van uitgekomen. En dit is ook zo'n bitty pop die uit gaat komen. Dit is namelijk Harley Quinn, nummertje 34. Deze komt ook echt uit de DC Comics reeks. Daarom heb ik deze er even bij gepakt. Kijk aan. En ik weet niet zeker of deze die erachterop staan ook allemaal uitkomen. Misschien de Nightwing. Ik heb geen idee, maar deze sowieso Harley Quinn. Ja, set van 6 trouwens deze. Heerlijk gaaf. En er komt dus ook zo'n heerlijk gave Funko Bitty Pop vanuit. Hoe vet is dat? Ja, Funko Bitty Pop. Ik moet er toch eventjes aan wennen. Maar goed. Ik weet niet of het echt mijn ding gaat zijn. Maar ik moet ze toch even. Ik moet ze gewoon een keer in het echt zien. Goed, we hebben nog meer. Disney Mickey. Ja, daar komen 4 series vanuit. Disney Mickey. En ik laat jullie hier wel eventjes zien inderdaad welke dat zijn. Dat zien jullie inderdaad ook inderdaad dat er een Chase bij kan hier zitten. Dus elke reeks met kan op de Chase. En dit is de Chase, of dit is een van de pop. Voor mij is het zelfs de Chase, maar ik ben niet zeker. Het is Firefighter Mickey 427. Kijk aan. En deze zit er ook zeker in. Jawel. Of nee, Steamboat Willy moet ik zeggen. Voor mij zit die erin. Conductor Mickey. Ik ga hem gewoon even omzetten. Ja, Conductor Mickey, die zit er zeker in. Deze wel. Deze niet, wat volgens mij is Steamboat Willy is de Chase. Dus ik zet deze neer en deze. Sorry jongen. Sorry Firefighter Mickey. Jij gaat de kast even in en we houden het even bij deze. Die zit erbij. Heel erg tof. En Harry Potter. Ja, ook hier. 4 series dat eruit aan zitten komen. Harry Potter gaan we binnenkort trouwens ook nog iets doen. Met ook het anders van Funko. Goed, daarover ook binnenkort meer. Goed, het is Harry Potter. Het is naar Minerva McGonagall. Ja, dit, ik zal het helemaal verkeerd uitspreken. Ik ben niet zo heel goed Harry Potter fan. Dus sorry, Harry Potter fans. Ik ga jullie nou, ik denk nou iets verkeerd zeg. Maar goed, ik heb deze gepakt. Ook hier komt dus zo'n Bitty Pop vanuit. Ja, en dit is een set van 8 trouwens. Heel erg gaaf pop. Dus die zet ik voor het gemak even hier neer. Want ik heb er nog wel wat andere pops die ik wil laten zien. Voor de tafel helemaal vol staat. Goed, wat hebben we dan nog meer? Disney Princess. Ja, ook daar heel veel pops die vanuit zitten te komen. Die zien jullie hier. Allemaal netjes opgestapeld. Heel erg vet. En zo volgens ook wat aangekondigd. Het is niet echt een standaard aankondiging voor geweest. Dus vandaar dat ik allemaal verschillende foto's heb te zoeken. Het was een heel veel gedoe om alles bij elkaar te zoeken. Maar goed, ik heb ze allemaal gevonden. Dit is nummertje 463. Ariel. Ik heb die eventjes gevonden als prinses deze keer. Kijk aan, Ariel. Heel gaaf. Ik heb een andere prinses ook kunnen laten zien. Dat is een witje of door een roosje trouwens. Die had ik ook kunnen zien. Ik heb even gekozen voor Ariel. Ik vond dat toepasselijk. Zeker met de nieuwe film die eraan zit te komen. Hoe vet is dat? En dan hebben we. Ja, dit is ook wel gaaf hoor. De Turtles. Ja, de Turtles. Daar komen ook 4 series van uit. Ja, hier zien jullie allereerst alle. De Bitty Pops die aan zich konden. Eigenlijk kon ik hier niet zien wat de Chase is. Die wordt hier wel bekendgemaakt. En daar heb ik ook nog eventjes een pop van gevonden. Die zeker uitkomt. Het is namelijk Shredder. Ja, ook zo'n pop. Zo heb je ook de 8-bit. Komt er ook allemaal uit. Het zijn verschillende series. Heel erg gaaf. Ik moet zeggen, Turtles wel een van mijn favorieten. Zeker te weten. Dus echt heel erg gaaf, de Turtles. Zeker inderdaad dat je nog één. Zou ik in principe één pack willen hebben. Waar gewoon alle Turtles in zitten. Ja, hoewel er maar 3 bekend zijn. Dan hopen dat de vierde één van de 4 zou zijn. Dat zal wel heel erg tof zijn. Goed, en wat hebben we dan nog meer? Ja, we hebben nog maar 2 series over hoor, kan ik jullie vertellen. Marvel Infinity Siege, ja zeker te weten. Hier staan de pops die zijn aangekondigd, zonder de Chase. Ja, want de Chase worden weer apart aangekondigd, zoals hier. En eentje daarvan, ik heb deze gepakt, nummertje 1000. Doctor Strange, de Special Edition. Oftewel de pop die ik voor mijn verjaardag heb gekregen. En ook al een tijdje in mijn collectie heb. Jawel, bijna 1 jaar, want het is binnenkort weer zover. Dat gaat gaaf worden. Ik heb wat hele gave dingen voor verjaardag gehad. Ja, maar ik ga het niet vertellen, maar ik doe het toch. Want ik heb het eigenlijk willen kopen voor mezelf. Mijn vrouw wist niet goed wat ze wil kopen. En ik heb gezegd, die wil ik heel graag. Ik heb mogen kopen, ik mocht alleen niet openmaken voor mijn verjaardag. Dus dat gaat ook wel borren, want het is echt heel erg vet. Maar goed, dit zijn de pops die ik heb. Of de set, dit is de metal look trouwens. Heel erg gaaf metal look. Ik zet deze hier bovenop, zodat jullie me kunnen blijven zien. En dan als laatste hebben we Nightmare Before Christmas. Ja, ook daar. 4 series zijn eruit gekomen. Hier zien we de serie zonder Chase. Hè? En hier natuurlijk de Chases die ook allemaal bekend zijn gemaakt. En dit is ook er eentje die uiteraard erin zit. Oogie Boogie. Ik heb de Blacklight versie even erbij gepakt. Nummertje 39. Heel erg vet. En dan zit ik te denken. Volgens mij is er ook nog een Blacklight Bitty Pop aangekondigd. Ja, ik kan die volgens mij hier nou niet bij staan. Maar als ik toch hier eindig, laat ik hier even zien. Ik weet even niet welke. Ik weet niet of er minder, maar ik weet dat ik een tijdje terug iets voorbij heb gekomen van een Black Light Bitty Pop.
Goed, ik laat hem hier zien. Ik ga hem nog even opzoeken, want het komt ook eigenlijk een black light op. Het zal ook zo moeten zijn. Dus, maar ik wil hem eventjes compleet houden. Nou goed, compleet. Misschien als deze video online is, zijn er alweer nieuwe Bitty Pops aangekondigd. Ik weet niet hoe lang zo'n reeks blijft bestaan. Slaat het aan of niet? Het kan zijn dat het gewoon in eenmaal iets is en dat het gewoon een beetje afdruipt. Hè? Of misschien blijft het ook iets zoals sodas. Hè? Er worden steeds sodas aangekondigd. Dus... ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat even weten in de comments. Wat gaan jullie doen met Bitty Pops? Gaan jullie ze sparen? Vinden jullie ze leuk? Vinden jullie ze te duur? Willen jullie ze allemaal bij elkaar sparen? Etcetera. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ja, nou, tot zover hetgeen wat ik jullie graag wilde laten zien. Ik wilde graag een video maken over Bitty Pops. Omdat er zoveel dingen elke keer aan zijn gekomen. En elke keer. Ik heb er nog niet echt veel aandacht aan besteed. Vandaar dat ik dat in deze video doe. Ja, en nogmaals. Blijf dat logo zoeken, hè. Ga het zoeken in de video. Bitty Pop logo. Hè? En laat onder in de comments weten hoeveel logo's je hebt gevonden. En maak je kans op 20 euro shoptegoed. Heel erg tof. Goed, en dan gaan we nou natuurlijk de winnaar bekendmaken. Vorige keer het goede antwoord was Gelsenkirche. Ja, en heb jij nou het goede antwoord gegeven? Dan staat direct jouw naam misschien wel erboven. En dan heb je 20 euro shoptegoed. Dus laten we maar gewoon lekker gaan beginnen. Ik ga een tromgeroffel te doen. Ik geef er een klap op. En de winnaar staat bekend. Nu eens, daar gaan we beginnen. 1, 2, bam! Yes, staat jouw naam naar boven. Nou, hartelijk gefeliciteerd. Je wint 20 euro shoptegoed van Tiny Titan. Wat moet je doen? Even een mailtje sturen naar altivista@gmail.com. Ja, stuur even een mailtje en dan krijg je van mij een cadeaucode tegemoet. En dan kun je meteen lekker gaan shoppen. En dan meteen een hele gave pop kopen of meerdere. Laat even weten in een mailtje welke pop je hebt gekozen. Ik ben heel erg benieuwd. Heel erg gaaf. Nogmaals gefeliciteerd. Goed, ja, en nogmaals, jullie kunnen ook kans maken. Hè? Dus abonneren, liken de video, hè? En het goede antwoord geven. Inderdaad, hoeveel van die Bitty Pop logo's zie je? En dan maak jij deze keer ook kans op 20 euro shoptegoed. Heel erg tof. Ja, we gaan ook heel veel vette dingen doen. Ja, we gaan natuurlijk die Tour de Duitsland. We hebben nog zoveel dingen gedaan. Hè? We zijn die auto geweest, heel vet. Maar, Kruidvat, zeker te weten. We gaan eerst verder met de Kruidvat. We zijn weer pops van de Kruidvat. Ik heb veel pops van de Kruidvat. Gave pops van de Kruidvat. En toffe video's van de Kruidvat. Het horen weer een leuke twee luik. Met echt 12 pops deze keer. 6 pops in elke video gaan behandelen. Uiteraard weer kans op 20 euro shoptegoed van Tiny Titan. Want we gaan gewoon weer lekker dingen weggeven. Dus kom dat zien, gaat het niet missen. Hoe kun je zorgen dat het niet missen? Heel simpel, je kunt je abonneren. En druk op dat belletje. En belletje door krijg je een melding als die nieuwe video online staat. En nogmaals, je moet geabonneerd zijn. Om natuurlijk mee te doen met die giveaway actie. Heel erg vet. En die kant kun je duimpje omhoog geven. Vind niet alleen leuk, maar ook essentieel om mee te doen met die giveaway actie. Oftewel 20 euro shoptegoed van Tiny Titan. Ja, goed. Dit was het weer voor deze keer. Het is deze keer eventjes een review video geworden. Omdat ik natuurlijk graag de aandacht aan de Bitty Pop wilde geven. Dus ik ben nogmaals heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het weten in de comments. En dan zou ik zeggen, ik zie jullie heel snel weer tot de volgende video. Bedankt voor het kijken allemaal. En tot ziens. Groetjes. Doei. Hoi.